Dat wil je niet meemaken. Nee, dat wil je echt niet meemaken, zoiets. Maar ja, ze is verplicht. En trouwens, iedereen is dat verplicht. Als je het al kan. En al zou je de weg maar afzetten, dat kan iedereen. Ook al heb je de papieren ervoor of niet, maakt niet uit. Iedereen kan een weg afzetten. Maar ik heb wel mijn werkzaamheden gedaan wat ik moest doen. En ik heb zelf net nog aan het werk geweest, omdat het bijna de 20ste is. Dan had mijn schoonmoedertje ook jarig kunnen zijn. Ja, 7 jaar geleden waren we nog beide. Ook dat nog. Ook is mijn zoon dan jarig. Een hele, hele goede, namiddag is het nog, bijna avond, dat ik jullie erbij haal. Want het is vandaag zondag, de 11e van de 2e 2024 en we leven om 17:29. Ja, ik heb, ik ben niet helemaal erbij. Ik had eerst helemaal hoofdpijn. Het zit nou aan die kant. Ik heb telkort alleen opgesmeerd dit keer. Ik heb rugpijn. Ik ben beroerd ervan. Maar dat komt ook ergens door. Ik mag klagen. Maar er is er eentje die nog veel meer mag klagen. Dan dat ik het doe. En dat is mijn meisje. Mijn lieftallige dochter Karin. Jullie kennen haar wel. Ja, ze vlogt ook. Dus ja. Wie kent haar niet? Onze vlogster van Den Haag samen met haar man. Ja, echt waar. Karin en dat is zo'n meid, hè. Alles gaat naar haar toe en de politie en andere hulpverleners die erbij betrokken waren. Want er is vannacht een heel, heel ernstig ongeluk gebeurd op de A4, lieve vrienden. Ja. Trouwens, welkom bij een nieuwe vlog, hè. Ja. Maar er is een heel ernstig ongeluk gebeurd waar eentje het helaas is heen gegaan. Maar dat was geen leuk gezicht, ook niet voor Karin. Karin die is kapot van. Die auto stond in Lichtenlaai, die stond in brand. En er zat nog een persoon in te schreeuwen, dus dat hoort het meisje nu nog. En ze ziet het nog. En ze heeft mij alles verteld. Dus ik heb er zelfs door haar verhaal heb ik er last van. Maakt niet uit. Bij mij gaat het wel weer over. Maar ik zit er wel even mee. Maar zij zal er langer mee zitten. Tot het weg hebt. Ze krijgt, geloof ik, zover ik weet ook, slachtofferhulp. Dus ja, ik hoop dat voor haar straks wel weer betere tijden aankomt. Want dit is ook niks. Ze krijgt momenteel klap op klap te verwerken. Dat is gewoon vreselijk. En ja, voor de nabestaanden is het nog erger natuurlijk. Want Karen die is niks, was niks van die persoon. Maar ze ziet het wel, weet je. Het staat op haar netvlies. Als een film speelt het af. Ja, dat heb ik met mijn man nog steeds. Het is gewoon iets ergs wat je meemaakt en ik hoop dat het met mijn meisje toch wel weer aardig beter mag gaan worden ter zijner tijd. Ze zal er eventjes last van hebben. Ze weet, ze kan bij mij ermee terecht. En of ik er een slapeloze nacht meer of minder erom heb, dat maakt me ook niet uit. Het is mijn kind, het blijft mijn kind, het is mijn dochter. Ze is dan wel volwassen, maar blijft toch ook mijn meisje. Ja, ze is volwassen, mensen. Jeetje, ja. Met dit hold against of wanneer wij stilzitten. Maar in ieder geval, het is absurd hoe haar nacht is verlopen. En eigenlijk, ja, dat meisje was verdorie al meer dan 24 uur wakker. En dan stuit ze daarop, weet je. En ze had ook, ik weet niet hoeveel uren aan het werk geweest. Ik meende, weet ik zo uit mijn hoofd niet meer. Maar ze is ook aan het werk geweest. Maar ja, jongens, nog aan toe, lieve vrienden. Mensen, nog aan toe.
Dat wil je niet meemaken. Nee, dat wil je echt niet meemaken, zoiets. Maar ja, ze is verplicht. En trouwens, iedereen is dat verplicht. Als je het al kan. En al zou je de weg maar afzetten, dat kan iedereen. Ook al heb je de papieren ervoor of niet, maakt niet uit. Iedereen kan een weg afzetten. Punt. Ik heb het ook wel eens een keer gedaan. Ik zet gewoon de booster midden op de weg en alarmlicht erna. Ik heb mijn Guardian Angel op mijn schouder. Die zet ik op knipperlicht. Dus ja, als er iets gebeurt, help mee en ga niet staan toe te kijken en staan te filmen of wat dan ook. Nee, help mee. Dat is je burgerplicht. Zo simpel als wat. Burgerplicht. Je bent een burger. En het is jouw plicht om te helpen. Waar het kan. En anders is doorrijden. En niet koekeloeren en niet filmen. Want dat is gewoon zo laag bij de grond. Wij zijn vloggers. Wij filmen dat niet eens. Het is laag bij de grond. Hou daarmee op. En ook dat toekijken. Hou daarmee op. Rijd door als je niks kan beginnen. En anders stop je en dan help je. Stond wel een auto in de lichterlaaien. Ja, met een persoon erin. Oh, wat is dat leuk hoor. Ja, maar niet heus. Maak het zelf maar mee. Maar in ieder geval, wat wij nu mee gaan maken, dat is dat ik mijn meisjes uit ga laten. Hé? Ja. En ik heb op TikTok een vrouwtje leren kennen, die heeft ook zo'n hondje als Rijka is. Maar die scheert dat beestje dat met een tondeuze. Ik zou dat niet over mijn hart durven te verkrijgen. Ik zou dat niet aandurven. Ik moet toch bij de oogjes knippen, maar om dan de rest te gaan doen, nee. Het is de vacht nou eenmaal, ja. En losse haren, ja, als ze in de rui zijn, dan verliezen ze toch de haren. Zomervacht, wintervacht, waarom zou je ze dan moeten scheren? Ik vind dat nee, maar niks, nee. Het is niet een poedel. En ja, ik vind dat sowieso, ik vind dat gewoon, ja. Ik weet niet wat ik daarvan denken moet om een hond te gaan scheren. Wij hebben ook haar, ja, wij gaan naar de kapper. Dan moet je met je hond ook naar de kapper, maar ik durf dat zelf niet 1, 2, 3 te doen. En waarom? Ik ga toch ook Elwing niet kaal scheren. Waarom zal ik mijn meisje dan wel kaal scheren? Hè? Die kleine, nee, niet nodig hoor. Nee, ja. Nee, ja. Kom maar. Kom maar, schatje. Kom dan. Nee, kom hier niet. Is niet nodig, hè. Ik had je oogjes moeten weer even vrijen, hè. Ja. Je oogjes moeten weer even vrijen, schat. Ja. Maar dat komt wel. Komt wel goed. Ja hoor. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie namiddag nog. Smakelijk eten, bon appetit, en mag het wel bekomen. Ik ga mijn meisjes lekker even uitlaten, even de frisse lucht in. Ik zou zeggen, tot later en geniet ze. Doei doei. Zo lieve vrienden, ja, ik heb geloof ik vandaag maar 1 keer gefilmd. Het is alweer een nieuwe dag. Ja, ken je dat? Maar ik heb wel mijn werkzaamheden gedaan wat ik moest doen. En ik heb zelf net nog aan het werk geweest, omdat het bijna de 20ste is. Dan had mijn schoonmoedertje ook jarig kunnen zijn. Ja, 7 jaar geleden waren we nog beide. Ook dat nog. Ook is mijn zoon dan jarig. Dus het is voor mij een klote dubbele dag. Maar mijn zoon, daar heb ik geen contact mee. Maar dat buiten kijf allemaal, dan krijgen we de 25ste, maar ook net zoals Carissie, die zit er ook nog tussen. De 10e is haar man overleden, 7 jaar terug. De 16e, dat is het nou nog niet, het is nou nog de 12e, wordt het 7 jaar terug dat ze hem weg heeft gebracht. Dan kom ik ertussen, dan kom ik erbij, de 20e, kwam mijn mannetje te overlijden. Tenminste, nee, niet waar. De 20e was mijn schoonmoedertje jarig, zijn we nog weg geweest naar Den Bosch. Feest vieren. Op, nou ja, feest vieren, een klein feestje, gewoon een verjaardag. Gebakken en alles gehad, gezellig, leuk. Niks aan de hand. 5 dagen later komt mijn man te overlijden. Geheel onverwacht. Jullie willen dat niet meemaken wat ik mee heb moeten maken.
Dat gun ik geen één toe. Maar buiten dat, dat is dan de 25e deze maand. En dan hebben we 3 maart. Nou, toen kon ik hem wegbrengen. Dus ja. En dat allemaal 7 jaar geleden. En nou gaan we dus lekker even lopen. En ik heb mijn lichtgewichtrollator maar gepakt. Die staat hier, die ik toen overgekocht heb van Merik voor in de auto. Want dat andere ding, dat maakt een hels kabaal. Ja, en hij moet eigenlijk gemaakt worden. Dus ik ga even wisselen met de rollator morgen. Ik heb er in de schuur ook nog een zware rollator staan. Die neem ik dan en dan gaat deze, die moet gemaakt worden, gerepareerd worden. Dus die moet naar de fietsenmaker kijken wat dat me gaat kosten. Ja, dat zal ook wel flink in de duiten gaan lopen. Want ik wil hem niet kwijt, want die heb ik geërfd van mijn moeder. Ja, dus die gaat 1, 2, 3 niet weg. Nee. Bij een wiel is het een hoop gepiep en gekraak en gedoe. Een handrem is kapot, dus ja, er moet gewoon een nieuwe handrem. En hij moet nagekeken worden naar die wielen, waarom dat gekke ding zo doet. Ja. Dus ik denk, neem nou het lichtgewicht, dus ik heb even het lampje erop gezet. En dat blijft al zitten. Nou, ik heb ook nog een lampje op mijn schouder, dus ja, komt wel goed. Dus ja, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zeg daarom, God die houdt gewoon over onze wacht. En dan zeggen wij hier met z'n drieën, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!